Hoi, ik sta hier op het Joris Isensplein en vandaag is niet zomaar een dag. Vandaag worden in deze tuintjes achter mij plantjes geplant, zodat het schoolplein weer een stukje groener wordt. Het gereedschap ligt al klaar en er komt ook iemand van de gemeente om dit wat groenere schoolplein te openen. Waarom bent u eigenlijk hier? Ik sta te wachten. We gaan dadelijk met elkaar het eerste stuk van het nieuwe schoolplein gaan we openen. En hoe vindt u dat? Ja, ik heb er echt al heel lang op gewacht. Ik ben eigenlijk al. We zijn met elkaar al een jaartje of nou, misschien wel 3 of 4 bezig. Maar het gaat echt beginnen vandaag. Als we hier nou volgend jaar weer zouden staan, dan is echt alles veranderd hier. Dan staat hier een heel bloemenveld. Dan gaan we aan de andere kant van de school. Kijk even mee. Hier komen we dan binnen en daar hebben we opeens een prachtig mooi speelveld. Dus dan wordt het veel groener. Het wordt veel groener. Ik heb net ook even met de directeur gesproken en die zei dat er nog veel meer plannen zijn. Het klopt, ja. We willen echt dat het hier een heel groot groen plein wordt. Dus dit is de eerste stap. Mm-hmm. Maar er komen inderdaad daar nog en helemaal rondom. Dus als het aan mij ligt, dan wordt het hier helemaal mooi groen met veel kleur. Als de temperatuur hier op Eiburg ook eindelijk een keertje een beetje omhoog gaat, dan zal je zien dat hier een heel prachtig groen plantje uitkomt. Dus laten we nu samen deze plantjes hier gaan planten. Een aantal ervan in ieder geval. En dan is daarmee officieel dit deel van de opknapbeurt van het plein, van de barcode, is dan daarmee geopend. Allemaal aan de slag. Ik vind dat jullie al de hele tijd recht hebben op een heel mooi nieuw schoolplein. Waar je leuk met nieuwe spullen kunt spelen. En ook een veilig schoolplein. Dus daar zijn we mee begonnen. Kijk, als je nu achter je kijkt, dan zie je dat er allemaal van die tuintjes zijn aangelegd. Zodat die scooters en fietsers hier niet meer zo kunnen heen en weer scheuren. Dat je hier veilig heen en weer kunt lopen. En aan de andere kant van het plein gaan we een heel mooi schoolplein voor jullie maken. Dus dat hebben jullie heel erg dik verdiend. Waarom ben je hier eigenlijk? Nou, ik wil helpen met plantjes in de grond zetten. Omdat het natuurlijk leuker maakt het plein. En waarom heb jij ervoor ingeschreven? Nou, ik ben zelf ook een van de bewoners hier. En ik zit natuurlijk op deze school. Dus ik vond het heel leuk en ik hou ook van met natuur bezig zijn. Dus daarom eigenlijk. Hoe vind je dat ze het georganiseerd hebben? Ik vind dat ze het heel leuk hebben georganiseerd. Met hapjes en dat iedereen hier zo lekker in de aarde kan vroeten. Ook de kinderen die dat meestal niet doen bijvoorbeeld. En daardoor wordt de buurt wel een beetje, zeg maar, komen ze meer samen en zo. Nou, bedankt voor de interview. Nou, ik vind het een geslaagde dag. Hier achter mij zullen ze nog wel even doorgaan met planten, maar ik krijg al een beetje koude handen. Vast gaat het er in de lente goed uitzien en ze hebben nog meer plannen voor het schoolplein, dus misschien zien we jullie wel weer terug. Ik begin een beetje trek te krijgen. Ik ook. Mevrouw van het nieuws. Ja. Jij ook? Dankjewel.